Sinds maandag verblijven 250 vluchtelingen in de Bergte in Baarlo. Hier is een noodopvang ingericht waar de vluchtelingen 72 uur kunnen blijven. Nou, ik moet zeggen dat maandag toen iedereen binnenkwam, we zijn natuurlijk met de voorbereiding afgelopen week druk geweest, maar maandag kwamen dus echt de bussen aan. Nou, ik moet zeggen, dat zijn wel kippenvel momenten. Ja, wat ik ook al op verschillende momenten gezegd heb. Je zag heel veel gestreste mensen binnenkomen afgelopen maandag. Ja, en als je dan nu ziet, hè, iedereen is wat relaxter, wat uitgeruster. En je hebt tijd voor een praatje. En ja, het is een heel bijzondere gebeurtenis. Het grootste deel van de vluchtelingen dat in Baarlo verblijft, komt uit Syrië. وين كنتوا انتوا قبل؟ اول شيء كنا بتير ابل بالبدايه تير ابل، بعد تير ابل انتقلنا لمكان ثاني لكم فيزهاوزن، ومن فيزهاوزن جينا لهون لكسر. بس شو بدنا نعمل يعني، اضطرينا نطلع، ويعني هون بلد بعدين غير، يعني شوي نسينا بصراحة، نسينا الظرف اللي كنا فيه، يعني نسينا كل شيء ونسينا كل السفرة والطلعة والعذاب وتوصلنا لهون والحمد لله. Voor de Bergt als noodopvanglocatie is gekozen omdat deze vaker onderdak biedt aan grote groepen. Je hoort het ook terug van de mensen. Ze zijn natuurlijk vaak op grote opvanglocaties geweest. En de rust en privacy die hier heerst. Dus gezinnen hebben gewoon een eigen kamer en kunnen daar tot rust komen. Ja, dat doet de mensen goed, dat zie je ook. Haan, kteer hallo. Jannen. Ja Allah, ma ba'ari. Ja, nu kan hij ook ahla mahal marina. Hallo, taban, mama. Fie bas emmi wa akhi zghir. Yani bas a'alti honiek. Wal baba hon bu Hollanda. Wa inshallah baba bilim lon shamlon wa biqdru yitla'u. Wa shufu inshallah bkhair wa salam. طبعا من الصعوبة أي إنسان بالعالم من الصعوبة إنه يترك بلده ووطنه، لكن ظروف ببلدنا ووطننا هي اللي دفعتنا إنه نلجأ لهولندا وللبلدان الأوروبية الأخرى. Nou ja, waar we natuurlijk erg blij mee zijn, is zo'n accommodatie als de Berg, die natuurlijk ingericht is op grote groepen. Ja, wat dat betreft hebben we daar niks mee hoeven doen. Dus we hebben geen sporthallen in hoeven richten, wat je natuurlijk vaak ziet bij de noodopvang en dergelijke. Maar qua registratie en qua voorbereidende werkzaamheden, ja, kun je niet bevatten. En ik heb er ook groot respect voor die vrijwilligers en onze mensen die dag en dag bezig geweest zijn om dat allemaal in goede banen te leiden. En ervoor te zorgen dat als ze weggaan, dat in ieder geval de registraties goed zijn. En dat mensen met goede papieren weggaan, zodat ze naar een AZC kunnen of naar een volglocatie. طبعا خطط للمستقبل بالدرجة الأولى هي التعلم، انه نتعلم اللغة الهولندية، نندمج مع الشعب الهولندي، إضافة انه بحال لما بيجوا أبنائنا وبناتنا انه يتابعوا تعليمهم الدراسي ويدخلوا الجامعات الهولندية ويكونوا منتجين بالمجتمع الهولندي. درست بسوريا إرشاد نفسي، بس إرشاد نفسي يعني بكلية التربية بقسم إرشاد نفسي، ما بعرف إذا هون نفس سيكولوجي يعني علم نفس. علم نفس مثل مرشدة نفسية بالمدرسة، بس ضل عندي سنة ما فيني كفيت. De vluchtelingen blijven tot donderdagochtend in de Bergt. Daarna vertrekken ze naar een nieuwe opvanglocatie. نحن تعبنا كثير لحتى وصلنا هولندا، وشعرنا بالاستقرار وبترحيب وطيب الشعب الهولندي، لكن في ملاحظة كثير مهمة، تنقلنا من مكان لآخر لآخر، هذا عم يجعلنا نتذكر عدم الاستقرار، نتأمل إنه نستقر بمكان واحد لحتى نشعر إنه نرتاح لأنه تعبنا فعلا. كثير عم بتعذب، يعني عن جد ما عم نستقر هون، يعني كل ما عم نقعد بكام نقعد مثلا اسبوع هيك نرجع بنتنقل، يعني في شوية عذاب لأنه في معي طفل ومن طريق لطريق وهيك، يعني بس إن شاء الله بنستقر وبيقعدونا بكام حلو ومرتب ونقعد بقى نستقر. Nou ja, het is natuurlijk een regeling die ons alle aan het hart gaat. Want de mensen zijn inderdaad net gewend en moeten dan weer naar een vervolglocatie. En wellicht is dat weer een sporthal, dat weten we dus niet. Het liefst hadden ze natuurlijk ook gehouden, maar dat kan gewoon niet. Maar er is inmiddels een akkoord gesloten tussen Vereniging Nederlandse Gemeenten, ministerie
en het COA om ervoor te zorgen dat de crisisnoodopvang weggaat en dat daar een andere soort opvang voor in de plek komt. Dus dat de mensen zeg maar daar terecht kunnen en dan enkele weken later rechtstreeks naar een AZC kunnen. Zodat dat gesleep met die mensen, dat dat waarschijnlijk tot het verleden gaat behoren. Wordt de berg ook nog beschikbaar gesteld voor volgende groepen? Nou, we gaan morgen dus na de afloop, als iedereen weg is, gaan we evalueren met elkaar. En dan zullen we ook kijken of er, wat er nog voor mogelijkheden zijn. Ik begrijp ook dat de stroom landelijk ook wat afneemt. Dus ik weet niet of inmiddels iedereen een plek heeft. Maar daar kan ik nou niks over zeggen. Laten we eerst dit goed afronden en dan evalueren. En dan vervolgens kijken wat de mogelijkheden eventueel zouden zijn.